Hey allemaal, ik ben Vicky Vermeijren en in deze video ga ik jou 3 redenen geven waarom jouw klanten nog niet van jou willen kopen. Wanneer je je producten gaat voorstellen aan je klanten, dan kan het al eens voorvallen dat je klant nee antwoordt. En die nee, die kan heel erg veel redenen hebben. Maar in deze video ga ik met jou 3 heel belangrijke redenen bespreken waarom een klant nu nog geen producten van jou koopt. Nummer 1 reden waarom klanten op dit moment nog geen producten van jou kopen, is omdat ze je nog niet genoeg vertrouwen. Nog niet genoeg tegenover de apotheek of nog niet genoeg tegenover een parfumerie bijvoorbeeld. Het winnen van vertrouwen is dan ook heel erg belangrijk als je producten wil verkopen aan je klanten. En bij de ene klant kan je dat vertrouwen al wat sneller winnen dan bij de andere klant. Ik heb al een keer een video gemaakt over het winnen van vertrouwen. Ik ga die dus even linken in de beschrijving van deze video. De tweede reden waarom klanten nu nog geen product van jou kopen, is omdat ze denken dat ze dat product niet nodig hebben. Zeker als er geen zichtbaar probleem is, zal de klant ervan uitgaan dat hij dat product niet nodig heeft. Het is dus jouw taak om je klant er bewust van te maken van wat de voordelen zijn van het gebruiken van dat product en waarom het wel in zijn of haar leven past. De derde reden waarom je klant nog geen product van je koopt, is omdat ze simpelweg nog niet klaar zijn om een beslissing te nemen. Zeker bij de eerste afspraak willen je klanten nog even kennis met je maken en nog even wennen aan de nieuwe omgeving en aan nieuwe behandelingen. En dan zijn ze nog niet klaar om nu een beslissing te nemen over de aankoop van een product. Tenzij er natuurlijk een probleem is. Dan ga je dat natuurlijk wel direct bij de eerste afspraak kunnen verkopen. Wist je trouwens dat 30% van je kopende klanten hun eerste aankoop pas doet na een jaar bij jou op bezoek te zijn geweest? Dat wil dus zeggen dat je bij elke afspraak opnieuw en opnieuw een goed advies moet verlenen. Zo, blijf dus niet bij de pakken zitten als je merkt dat je klant nog niet direct van jou gekocht heeft. Blijf gewoon goed advies geven. Je klant heeft daar trouwens recht op. Daarom komt hij ook naar jou om goed advies te krijgen. En de verkoop die volgt dan automatisch wel. Voor meer informatie, ga naar vickyvermeijren.be. Schrijf je in voor de nieuwsbrief als je op de hoogte wilt blijven van de laatste tips en tricks. Ik wil jou alvast hartelijk bedanken voor het kijken en ik zie je heel graag terug in een volgende video. Dag!